Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Resident Evil 7 Let's Play aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want we zijn gegrepen door een man. Mia hebben we door de kop geschoten. En we zitten nu aan tafel te eten met die mensen in het huis. Dus ik heb echt geen flauw idee wat er aan de hand is, maar vind ik het leuk. Ram natuurlijk zijn kaart op lijken op. What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. En thanks voor alle support. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. What the f- Maat, wat zit je... Not again. Get out the way, Marguerite. Hit-boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Godver, what is... Oh, shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell up, Marguerite! Oh, Nathan, for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! This was supposed to be a very special feast. My boy. Wat ga je nou doen? Hij, dat is mijn fucking tong. Hij neemt tussen mijn tanden. Je hoort hem krassen. God damn it. I'll bet it's that cop again. God damn. Pigs. I'm coming back for you. Dat denk jij ja. Dat denk jij ja, Matty. Wie is dat? What the fuck? Wie is dat nou weer? Dat is een puur random. Ik zie opeens. Oh my god. We moeten hier weg, vriend. Ze zijn weg. Kan je opstaan? Kan je iets? We moeten hier. Oh. Au. We zitten ook helemaal in bloed. Maar onze arm zit er dus gewoon weer aan, hè? Onze arm zit er serieus weer aan. Oké, we moeten eventjes alles doorzoeken, jongens. Als er iets ligt, moeten we het meenemen. Ik denk ook weer dat we onze wapens kwijt zijn, wat echt niet fijn is natuurlijk. Niks. Ja, ik vind het best. Ik ga het niet eens lezen, want het kost veel tijd namelijk. Oké, ammo. Maar hebben we ons fucking... Nee, we hebben geen wapen meer. Oh, fuck. Dat is niet goed, jongens. We moeten eventjes een wapen zien te vinden. Zo, oh lol, een fucking, een zaag, een touw en een, what the fuck, joh. Een koelkast, niks. Oké, die deur is open, nice, dan gaan we verder. We moeten even kijken of ergens een schoen, een laars, ja, nou, leuk voor je. We moeten even kijken of we ergens het wapen weer kunnen vinden, want... Nee, we moeten hier... Oké, dit zit op slot. We moeten een sleutel zien te vinden. Die is ook dicht. Maar de vraag is natuurlijk, waar is de sleutel? Garage. Is het handig om hierheen te gaan? Ik heb geen flauw idee. Secured with duct tape. Oh, die kan ik niet eraf halen. Kut, dan zijn we ook de Sjaak. Deze kan kapot worden geslagen. Oké, dan moeten we even onthouden. Waar is die vent, jongen? Ik schrik me zo meteen helemaal de kloten. We moeten dus eventjes op onderzoek uitgaan. Want dit is anders niet goed, namelijk. De ballen. Hij heeft me nog niet gezien. Shit. Shit. Shit! Hij loopt daar. Jongens. Ik denk dat we een probleem hebben. Ik hoor hem lopen. Ik hoor hem lopen. Hij komt hier naartoe. About before dinner was done. Boom. Nee, what the... Nee, flikker, nee, auw. Oh, hij mist me. Oké, nu moeten we gaan rennen waar hij vandaan kwam. Ik zweer, waarom kwam hij hier precies naartoe, jongen? Rennen. What the fucker.
Auw, waarom doe je dat nou? Waarom ben je zo onaardig, jongen? Ik zweer het je. Ik moet een sleutel zien te vinden of iets, jongens. En snel ook. Oh, kut, dat is niks. Deze deur zit waarschijnlijk ook op slot. Uh-oh. Don't worry, I'm still here. Justin, we have a problem! Auw! Die is auw in mijn fucking buik! Even zonder grap. Deze fan is helemaal loco, jongen. Die deur zit sowieso ook op slot. Oh, hier. Een key. Een key. Rennen. 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 Rennen, alsjeblieft. We moeten naar het luik. Ik denk dat deze sleutel voor het luik is. Ik ga meteen terug. Naar het luik, naar het luik. Fuck, echt waar. Nee, je dikke lul ook, jongen. Ik zweer het je. Opgesoden moet het nu ook. Nee, helemaal niet, Piet. No! Die deed pijn. Die deed inderdaad heel erg pijn. Wat? Ik hoef mijn been niet te hebben. Oké, wacht. Pak eerst je been op. Doe dat fucking luik open. Oh, ja, dat is wel handig, ja. Gooi, kan je... Ik kom het halen! Oh my god. Hij heeft gewoon mijn been... Dat kan je toch niet weer vastmaken? Dit is echt een speciaal drankje. Dat gaat... Dat, het werkt gewoon. What the fuck? What the heck? Maar waar is die gozer nou dan? Hé, hey, het luik is open, vriend. Ja, die had je niet zien aankomen, hè, motherfucker. Jammer. Oh my god, het luik gaat weer dicht. Oh my god, het luik gaat weer dicht. Nee, dat is toch niet eerlijk. Oh, ik ben erin. Time to grow up. Oh my Ethan. All right. Have fun in there, boy. Dankjewel. Hé, hey, thanks, jongen. I appreciate it. Hij komt sowieso... Echt waar, jongen. Een antieke munt. Kijk eens aan. Wie wil dat nou niet? Ik weet niet wat dat voor drankjes zijn, joh. Want... Ik ben even aan het zoeken voor loot, hoor. Want... hij giet het op zijn been, die er gewoon af ligt. En in één keer... En in één keer zit zijn been er weer aan. Nou, als dat normaal was, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Hij loopt boven. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Nee, dit is niet meer, dit is niet meer grappig. Oh, ik kan hem weer opslaan. Hoehoe! Even de game opslaan, jongens. Dat is niet erg vind. Even de game opslaan. Oh, wat een kakzooi. Oké, slaan we even op. Hoort er ook bij, hè. Hey, de game opslaan hoort er altijd bij. We moeten iets vinden hier, joh. Want ligt er ergens iets qua medic of zo? Want ik ben hard geraakt namelijk. Deze kan open. Oh. Oh, die kan ik combineren? Voor... Ah, kijk. Dus die dingen die ik net vond, die kan ik combineren voor een first aid kit. Dat is handig. En hier kan ik items in... gooien als ik wil. Dus dat is ook handig. Oké, cool. Cool. Dus ik kan mezelf sowieso nog healen. Dat is wel handig namelijk als je hard geraakt wordt door die lul. En dan moeten we maar weer verder. Kan niet open. Oh, een lockpick. Hé, hey, kijk eens aan. Daar hebben we sowieso wat aan. Oké, dan gaan we verder. Wacht, waar gaat het... Waar staat die kuttelefoon ook alweer? Staat die... Zit die telefoon hier? Nee. De telefoon gaat hier af. Of... Oh, hier. Is dat weer dezelfde? Is dat Zoe? You did good, Ethan. Oh. Zoe, right? What the fuck are you... Shut up and listen if you want to stay alive.
You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Volgens mij is dit gewoon een soort van spelletje of zo. Ik maak geen grapje. Het is echt gewoon één fucking gek spelletje, jongen. Oh, kijk, een map van het huis. Dit ligt hier ook nog eens. En verder niks. Oké, dan ga ik maar weer verder. Main hall. Even kijken, ik heb een map. De main hall. Oké, dat is dus hier rechtdoor. Ik heb nog niet iets. Nee, shit. Ik heb nog niks opgepakt. Want er staat nog een kistje in de garage om kapot te maken. Dus dat is sowieso natuurlijk handig om te doen. Maar ik heb nog niks gevonden om dat daarmee kapot te maken. Dus ik ga heel eventjes hier nog kijken. Misschien ligt hier namelijk nog wel iets. Kijken of ik hem kan openkrijgen. Yes, sir. Oké, nice. First aid, altijd handig. Hier ligt ook weer niks. Ik ga heel even hier binnen kijken, want de deur is er toch open. Oh my god, die oma is weg. Wat, die oma is weg. Waar is die er nou in naartoe, joh? Hier ligt verder ook niks, hè. Nee. Oké, dan hebben we ons best gedaan om iets te vinden. Want ik wil graag dat kistje, dat kistje wil ik graag kapot maken. Maar het kan helaas nog niet. Oké, dan gaan we verder. Naar de main hall moeten we naartoe. Dus laten we dat ook maar lekker doen. Ik weet niet waar die vent is hoor nu. Nu ben ik hem ook kwijt. Stond hier nog wat op? Wie is dat dan? Geen idee. Oh, misschien kunnen we deze nu wel openmaken. Oh. Ah, die zit nog dicht. Ik denk dat we even naar de garage moeten, jongens. Kijken of we daar iets kunnen vinden. Want ik kan die deur nog niet in, want er zit nog een slot op. Die gozer is sowieso voor nu eventjes weg. Geen flauw idee waar die is. Dus we gaan even... Hey, over hier. What the fuck? Wie is dit nou weer? Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? Die gozer gaat sowieso neergeschoten worden. No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. Maar kijk uit. I gotta get out of here. Now calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. Kijk you don't uit. Exactly seem like you playing with a full deck yourself. Kijk all right? Uit. Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right, now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Dat doet hij sowieso niet. Lost your mind. Look, officer. Deputy. Right, deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Take. Doe een even twisten iets. Een even twisten iets. Dat is niet erg. Now go. Garage. Now. Oké, let's go. Garage. Ik kom eraan, vriend. Als we gewoon nu. We moeten gewoon nu uitkomen eigenlijk. Ja, nou dan kan je dit mee kapot maken, vriend. Kijk. Hoppa. Ammo. Thank you. We hebben alleen nog geen wapen, maar die gozer, die deputy, gaat sowieso dood. Kan niet anders. Kunnen we dit ook mee kapot maken? Die deputy gaat. Hij gaat sowieso neer, die gozer. Kan niet anders. Die gozer gaat niet overleven. Oh, hij is er al. Wat dan? We gotta get the fuck out of here. Now, first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Oh my. Nee, dit doen! Karki! Karki! Stop in die fucking auto! Stop in die fucking auto! Rijden! Oh fuck, ik kan hier niet uit. Oh shit. Vriend, ik ga jou aanrijden, hou. Kom hier. Kutlul. Kom dan! Hè? Je motherfucker hier! Hier!
lul! Ik zit vast. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Kut, waar is die? Jongens. Oh, hij zit... Wat was mijn dak? Wat is mijn dak? Wat is het? Dank je! Dank je wel! Ik heb mijn rijbewijs gewoon. Kachtbeur. Buk, let's finish this, you and I. Kom dan. Oh my... Buk! Buk! Oh yeah, I will take you for a ride. Buk, als je... Buk, gewoon bukken, gewoon bukken. Maar hij kan niet dood, hè? Die gozer, ik wil net zeggen, hij kan niet dood. Want hij doet gewoon... Hij kan niet, ga eruit, want hij kan toch niet neer, net zoals jij. Jij moet een wapen hebben, toch? Heb jij een wapen, vriend? Oh my god, dat ding gaat in de hands. Hij staat gewoon weer op, zie je wel. Ik fucking wist het. Oh boy, now look what you've done, motherfucker. Hou je mond, joh, lul. What the f- you know? Hoe kan dit? Hij is nog steeds niet neer, hoor. Hij is serieus nog steeds. Die vent kan niet neer. We moeten hem. Hij gaat gewoon weer opstaan. Oh, trappetje. En een pistool. Klimmen. Klim! Kan je. Oh, my. Waarom? Wat een lul. Daar hangt toch niet voor niets een trappetje. Wacht, ik kijk heel snel of dit nog open kan. Ja. Oké, first aid. Gelukkig heb ik weer terug. Ben je nou wel dood of niet? Je bent dood, hè? Waarom wil je... Oh. Ja. Ik wist het. Have your attention, boy. You're about to see some wonderful. Fuck! Ja. Kidoki. Ik denk waar is jouw hoofd gebleven? Ik ben even gewoon benieuwd, hè? Waar is jouw hoofd gebleven? Nergens, hè? Nee. Die komt zijn hoofd nooit meer tegen, denk ik. Echt helemaal gek, joh. Maar ik heb gewoon zo'n gevoel dat hij nog steeds leeft. Ik maak geen grapje. Ik weet niet waarom. Shotgun shell. Wacht, ligt hij er nog? Hij ligt er nog wel, oké. Zolang hij er ligt, is het goed, jongens. Zolang die er niet meer ligt, is het foute boel. Oh, we nemen dat hele ding mee, joh. Grappig. Ligt hij er nog? Hij ligt er nog steeds. Oké. Ik moet hem echt in de gaten houden, want anders staat hij zo meteen weer achter ons namelijk. Oké. Zo, we staan weer aan de goede kant van de deur. Dat hebben wij eens even mooi opgelost. Goedendag. Oh, we moesten naar de main hall. Dat is deze kant op. Wacht, kunnen we hier nog naar binnen? Ja, dan ga ik hem heel eerst opslaan. Ik weet wel hoe het gaat namelijk anders. Dus, eigenlijk is dit een soort van game. Dat op het moment dat jij een opslagpunt tegenkomt, dat je hem ook gewoon moet opslaan, weet je. Want als je dan doodgaat, anders moet je zoveel dingen opnieuw spelen. Dus dit is eigenlijk een soort van save room, jongens. Puur natuurlijk omdat dit een save room is, ga ik hem hier ook weer afsluiten. We zijn voor nu eventjes veilig. We moeten eigenlijk nu onszelf naar de main hall toebrengen. Dat is eigenlijk die hele gang door. En dan weet ik nu hoe we verder gaan. Misschien ligt daar weer een telefoon of iets dergelijks. Ik heb geen flauw idee. Hebben we eigenlijk al een sleutel?
Jawel, we hebben een lockpick. Dus ik denk dat we sowieso de deur open kunnen krijgen. Nou, we gaan erachter komen. Dus mocht jullie hebben genoten van deze aflevering, ram natuurlijk zoals een kaart op like knop. Ik hoop dat jullie het natuurlijk allemaal weer leuk vonden. We zijn morgen meteen om 3 uur precies natuurlijk weer terug met een nieuwe Resident Evil 7 Let's Play aflevering. En het gaat tot nu toe uitstekend. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar er gaat nog veel meer gebeuren. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.